Wat zijn de boeken die het meeste indruk op jou hebben gemaakt? En dan met een maximum van 3. En de belangrijke boeken in mijn leven waar ik veel aan heb gehad, omdat ze me echt anders deden kijken naar het vakgebied, is enerzijds What Things Do van Peter Paul Verbeek. En anderzijds Vision in Product Design, wat heel erg gaat over effectgedreven ontwerpen. Dus niet denken dat je al weet wat je gaat ontwerpen, maar eerst beredeneren welk effect je wil bereiken voor mensen. En dan de interventie ontwikkelen, zijn fundamenteel in wat ik doe. Wat is een habit die je de afgelopen 5 jaar hebt ontwikkeld, waar je het meest mee aan hebt gehad? Als je al een habit hebt ontwikkeld in de laatste 5 jaar. Ja, ik heb wel een habit waar ik heel blij mee ben dat ik hem heb. Is starten met hetgene wat het belangrijkste is op je dag. Dus als je aan het werk gaat en je hebt allerlei dingen te doen. Of dat ding waar je echt heel erg tegenop ziet. Omdat het gewoon belangrijk is, maar veel dingen bij je afhangen. Ermee beginnen, het afmaken en dan de rest erna doen. Werkt supergoed. Hoe bepaal je wat hetgene is wat het meest belangrijk is? Ja, dat voel je wel. En dat zijn dus vaak de dingen ook waar je tegenaan hikt. Omdat je denkt, er hangt veel van af. Of ik vind het moeilijk. Dat kan natuurlijk ook, dat je het gewoon moeilijk vindt. Mm-hmm. Maar dan helpt het ook om ermee te beginnen. En dan is je dag al gewoon een succes, omdat je dat al hebt afgetikt. Check. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Ja, dat is eigenlijk een indirect advies. Want ik heb hem het advies dus een keer gegeven door een hoogleraar aan mijn partner. Maar ik dacht, dat is echt supergoed advies. Dus werk met mensen die je leuk vindt. Dus op het moment dat je iets doet, ook als project nog zo gaaf als je denkt met die mensen, gewoon niet doen. Gewoon met leuke mensen werken en dan krijg je veel van elkaar. Is dat iets waar je zelf daardoor ook meer dat ik bent gaan creëren, die context? Zeker. Op welke manier doe je dat? Ik probeer heel veel met vrienden samen te werken, maar ik probeer dus ook met de mensen met wie ik samenwerk, als er een klik is, probeer ik ook gewoon een band op te bouwen buiten het werk. Ja. Wat is iets waarin jij gelooft dat tegengesteld is aan dat wat andere mensen om jou heen of wat andere mensen in zijn algemeenheid geloven? Ik geloof, en dit is serieus waar ik discussies over heb, ik geloof dat je zeg maar op posities kan komen waar je veel invloed hebt zonder dat je daar politiek slim of politiek spel voor hoeft te spelen. Dat geloof ik. Maar iedereen zegt dat is niet zo. Waarom zijn er zoveel mensen die dat zeggen? Of iedereen? Nou, omdat er is natuurlijk politiek op dat niveau. Dus ik denk de truc is dus wel politiek snappen, maar heel dicht bij je eigen integriteit en je eigen waarden blijven. Wat is hetgeen wat jij het liefst zou willen of wat je graag zou willen veranderen in deze wereld met de expertise die jij hebt? Ja, het dierenleed. Dus dat is echt mee. Dus dat project dat ik heel even aanstipte over wildlife crime. Ik zou heel graag daar mijn hart voor maken. Want ik denk dat wij echt een heel erg... ze spreken ook al van... wat is het nou? De ecocene. Dus dat wij, en het feit dat wij als mens onszelf zo hebben centraal gesteld in het bouwen van deze wereld. Dat zie ik wel echt als een soort challenge waar ik heel veel van mijn tijd in wil stoppen.